Ik ben Tom Bransen, ik had uitgezaaide blaaskanker. In 2014 had ik blaaskanker en na de operatie bleek dat ik een uitgezaaide vorm had naar de longen. De chemo was niet helemaal goed aangeslagen en toen was er bekend dat er in Erasmus een studie was. En zodoende ben ik bij professor De Wit in de studie gekomen. Bij meneer Bransen was begin 2014 sprake van blaaskanker. Hij is toen behandeld met neoadjuvante chemotherapie, is vervolgens geopereerd. Het is allemaal in een ander ziekenhuis gebeurd. Maar bij de eerste scan na de operatie bleek hij uitzaaiingen te hebben in botten en in longen. Hij heeft toen kortdurend weer chemotherapie gehad, omdat er toen eigenlijk geen enkel alternatief was. Maar we konden begin 2015 konden we hem overnemen voor het bespreken van de studie Keynote 45, waarbij, wat meneer Brands al uitgelegd heeft, gelood werd tussen immunotherapie met pembrolizumab of toch nog een laatste poging met chemotherapie. Meneer Brands heeft gelood voor de immunotherapie, is toen behandeld, heeft die behandeling eigenlijk zonder problemen doorstaan. Na een jaar waren de longmetastasen op de scan verdwenen. Op het skelet zagen we ook geen afwijkingen meer. Hij is na 2 jaar gestopt en inmiddels zijn we nog 3 jaar verder en zijn zijn scans nog steeds schoon.